voor het eerst naar Nashville ging, ik was denk ik een jaar of, ik denk 18 of zo, 19 misschien. En toen, nou ja, Rob, dat is nou al vaker van, maar hij was de eerste eigenlijk die, ja, die gewoon zo aardig was om te zeggen van, nou, kom maar en dan schrijven we samen. En dat vond ik nogal wat, zeg maar, voor zo'n gerenommeerde schrijver, om dan te zeggen, nou, een onbekend meisje, weet je wel, in Nederland. We deden, nou. Dus ik ging er naartoe en ik dacht, Nashville, grote stad en zo. En het bleek eigenlijk toch maar een soort van dorp, gewoon. Ja, het is helemaal niet wat je dan verwacht of zo, zo'n enorme muziekstad. Maar wel ook wel heel gemoedelijk voelt dat dan aan, dus ik voelde me daar wel op mijn gemak. En nou ja, Rob, die nam gewoon, ja, die nam me serieus of zo. En die ging door mijn schriftjes kijken en die zei van, nou ja, daar kunnen we echt wel wat mee doen. Want ik dacht allemaal van, dat is allemaal niks en dat is allemaal niet goed genoeg en zo, veel kritisch weer wel. En toen schreven we zowaar ons eerste liedje. En voor mij is dat echt soort van het begin van zeg maar, de songwriting. En het is een liedje wat ik nog steeds ontzettend graag zing en speel. En het is When We Don't Talk. Ja. When we don't talk.